We gaan vandaag een dagje vissen op een parkwater. Ik heb ervoor gekozen om een dagje te vissen. Puur omdat het uit mijn ervaring dat ik meer overdag vang eigenlijk. Als ik een nachtje ga vissen, zul je zien dat vangsten meer overdag komen dan 's nachts. Dus daarom dat ik alle tijd wil benutten om overdag te gaan vissen. Zoals je kunt zien heb je hier een eiland. En ik ga vandaag vissen rondom het eiland. Ik heb een paar stekjes aangevoerd her en der. En we beginnen hier. Ik heb net al een lijnzwemmer gehad, dus het vertrouwen is best wel hoog. Ik heb de hengeltjes uitgevaren tegen de takken aan. Met de voerboot. En met een paar kleine aasdeeltjes heb ik hem daar neergelegd. Met een beetje hennep, gekruste bollen. En die presenteer ik met een kleine pop-up. Ik heb eigenlijk wel heel goed, heel hoog vertrouwen. Dus we gaan het zien. Ik hoop dat de dag een paar visjes gaat brengen. Nou, zojuist helaas vis gelost. En ik gleed uit. Ik verloor mijn evenwicht of zo op een of andere manier. Dus nu even snel een nieuw richtje maken. Ik ga nog even wat aanpassen. Ik ga nu een volledig soepel richtje vissen. En ik hoop eigenlijk dat dat beter gaat inhaken. Deze ga ik vissen met een pop-upje. Het succes was net ook een pop-up. Dus ik hoop dat dat het gaat doen. Mocht dit het niet gaan doen, dan kan ik altijd nog weer overstappen naar een wafte. Ja, het is even balen. Je wil eigenlijk natuurlijk nooit de vis verspelen. Maar in de winter is het, ja, vind ik de aanbeter nog kostbaarder. En dan is de appel nog zuurder. Maar ja, even kop op en doorzetten. Een paar aanpassingjes maken. Nu een stukje schinktube erop en dan gaat die hengel erin. Brazen. Eerst een losse, nu een brazen. Of is het geen brazen? Nou, het is geen brazen. Het is toch een karper. Nou, hij vocht een beetje als een brazen. Qua vorm is het ook bijna een brazen, maar het is toch vis. Dus ik ga het schepnetje pakken, zodat ik hem even kan scheppen. Dit is het lijntje die ik zojuist heb ingelegd. Na een korte aanpassing. Oh. En daar is die. Hoppa. Kut, door die lijn. Weer een snelle actie. Een hengel lag net in. Even een beetje stress, want er zat een lijn aan de boom aan de overkant. En er zat de vis doorheen. Er zat weer een tak aan vast. Nu is de vis hier gelukkig voor de kant. Ik ga even een schepnetje pakken.
zo zie je dat de aanpassing qua onderlijn toch nou best wel goed is. Ik zag een paar mooie beschubbing. Dat is weer niet de grootste vis, maar het is winter en dan actie is toch wel fijn. Hij heeft er in ieder geval zin in. Ja. Hoppa. Oh, daar ben ik blij mee. Nou, daar is hij dan, de eerste vis. Het was een beetje een rare aanbeet, een beetje een brasem aanbeet. Ik dacht dat het een brasem was, maar toen hij dichterbij kwam bleek het dus toch een karpel te zijn. Nou, eigenlijk heel blij mee. En net nadat ik deze vis ving, heb ik hem even weggehangen in de sling. En daarna snel de hengel weer uitgevaren. En binnen 10 minuten liep hij alweer af. Dus ik ga deze vis terugzetten. En dan kom ik met de andere vis bij u terug. Het is de tweede vis. Echt een prachtige vis. Super mooie beschubbing. En zo zie je maar eigenlijk hoe belangrijk het is. Om je hengel zo snel mogelijk weer erin te leggen. Ik had hem uitgevaren en binnen 10 minuten was het raak. Zo zie je ook dat een kleine aanpassing in je rig echt heel effectief kan zijn. Ik heb de rig aangepast. En binnen no time had ik ook 2 vissen. Ik viste eerst met een beetje stijve rig. En toen ik hem aangepast naar soepel, had ik ook geen losses meer. Dat vind je direct 2 vissen. Ik ga je nog even de andere kant laten zien. Want ik weet eigenlijk niet zo goed welke kant ik nou het mooiste vind. Dus de andere kant. Echt gewoon volledige rijen. Echt super mooi. Ik ga de vis nu even terugzetten. En dan neem ik jullie mee naar mijn favoriete laatste meter in de winterperiode. Ik heb de hengels even binnengedraaid. Zodat ik even mijn laatste meter met jullie kan bespreken. Ik wil graag beginnen bij mijn rig. De rig heb ik opgebouwd met Captive Coated Hoodlink. En deze heb ik volledig gestript. De haak die ik heb gekozen is de Armhook Snackhook, maatje 2. Deze is echt perfect voor de obstakelvisserij. Het betreft namelijk een dikdradige haak. En het is ook een vlijmscherpe haak. Daarbovenop heb ik een stukje schrinktube gedaan om de inhaking te bevorderen. En daarvoor doe ik een medium rig erop, zodat hij toch een beetje meer naar onder wordt gedrukt voor de inhaking in de onderlip. Op de haak zelf heb ik een hookbait swivel om mijn pop-up aan te bevestigen. En daarvoor doe ik een hookbeat, zodat de swivel niet volledig van de haak af kan gaan. Deze onderlijn die vis ik op een ready tight pin-down leader en daar bevestig ik een shock led aan. Het voordeel van een shock led is eigenlijk dat hij haakt vanuit de hat van het lood. Hiermee zul je dus ook merken dat het volledige gewicht komt vrij tijdens het inhaken. En bij een beetje kopschudden zul je ook zien dat de untangle sleeve loskomt van het lood. En zo kan de vis dus eigenlijk geen gebruik maken van het lood tijdens de drill. Dit is in mijn ogen echt een hele grote meerwaarde. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben en het misschien kunnen toepassen in jouw visserij. Ik ga nu nog even snel mijn hengels invaren. We hebben nog een half uurtje licht, dus ik hoop nog een last minute vis te vangen en deze aan jullie te kunnen tonen. Mocht het niet lukken, dan wil ik jullie alvast bedanken voor het kijken van deze video. En zie ik jullie snel weer bij een volgende video. Zo, ik had de hengel toch nog even uitgevaren. En hij liep toch nog even af. Ik dacht eerst dat het de wind was, want het kwam best een harde windvlaag. En, maar toch, hij ging er vandoor. Dus komt ook al snel dichtbij. Het is wel mooi om de video zo af te sluiten. Snel even met net pakken.
was ondertussen al druk bezig met het inpakken van alle spullen. Het is bijna licht, bijna donker. We zitten nou echt in de laatste paar minuten, ja, in het laatste half uur licht van vandaag, denk ik. Het is toch mooi dat we dan nog even een visje weten te vangen. Het is weer een mooie spiegel zo te zien, mooie beschubbing. Dat is ook wel typisch voor dit water, echt wel kenmerkend. Hij heeft er nog wel zin in zo te zien, maar dat is niet erg. Mag de pret niet drukken zo. Het begint ook te regenen voel ik, dat is wel even wat minder. Maar deze zit erin. Dit is echt een mooi eind om de video af te sluiten. De laatste vis van de sessie. Ging net nog even snel vandoor. Ik dacht eerst dat het de wind was, maar dat was het niet. Nou, ik ga deze vis snel terugzetten. Het begint namelijk te regenen. En het is al best wel fris, dus dat zou het nog frisser maken. Ik ga snel de hengels eruit halen. Bedankt voor het kijken naar deze video en ik zie je bij de volgende. Ik had net de video afgesloten. Ik wou eigenlijk net deze hengel binnenhalen, maar ja, na het terugzetten van de andere vissen ging die eigenlijk alweer. Ik heb alleen mijn net nog niet uitgeklapt. Dus dat gaan we zo even op een handige wijze proberen. Denk ik. Ik ga even ondertussen een net pakken. Ik denk dat ik er maar even zonder steel ga proberen het net in te loodsen. Even kijken of hij een beetje mee wil werken. Zo zie je maar dat de locatie wel echt een key is. Ik heb nog niet heel vaak een vis zonder schepnetsteel het net in begeleid. Dus dat wordt even een leuke uitdaging, denk ik. Maar we gaan ons best doen. Normaal heb ik eigenlijk ook altijd twee netten klaar. Vooral omdat ik normaal een hele andere visserij heb. Maar nu had ik de hele tijd wel in één genoeg, maar had ik dan toch maar die andere uitgeklapt. Even kijken of we makkelijk dat netje in kunnen loodsen. Of die mee wil werken. Hij zit er nog in ook. Dat is even lekker. Dit is echt bizar. Ongekend. Het is gewoon winter. Net zit een beetje vast in de kant. Maar het is weer een mooie rijkarpen. Dus even die vis nog op de video. En dan gaan we echt naar huis. Het was een beetje een gestuntel, maar het is gelukt. Net was niet uitgeklapt. Maar met een mooie landing mag ik jullie de vis toch even tonen. Het is een mooie rijkarpen. Nou, deze vis mag weer gaan zwemmen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer.